Nou, goedemiddag, het is zondag 25 juni 2023. Zoals iedere zondag als we een boulevard video hebben gedaan, een medley tot aan station. Ik wil zeggen, hebben jullie zin in, even het duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal hier beneden. Kijk vandaag, kijk vooral gezellig met mee en veel kijkplezier. Een kampioen. Wij houden. Nou, dat zing ik volgende week. Als het maar weer is, tenminste. Nog een klein maandje. Dat kan zo te zien dat het geen gebed kunnen zijn. Einde YouTube-kanaal. Maar ik ga niet speculeren. Want het kan ook maar zo zijn dat ik na deze maand nog wel trein. Natuurlijk, want als het goed is, donderdag krijg ik te horen. Wanneer ik avond ga verlaten, dat ik eigenlijk richting wanneer ik eigenlijk
ga ik door dat ik of richting hier ga of richting wat anders in Zeeland. Want ja, Zeeland is toch wel een plek waar ik me toch het meest prettig voel. En in die 13 of 12 jaar dat ik, of eigenlijk 20 jaar dat ik in Apeldoorn heb gezeten, heb ik de langste tijd in Apeldoorn wel gehad. En ook in verband dat ik echt een persoon ben, maar meer een eilandpersoon, om het even zo te zeggen. Bijvoorbeeld Vlissingen, daar ben ik heel erg van, vind ik heel erg mooi. Zelfs vanuit het buitenland, dus moet je denken aan Zierikzee, dat is heel erg leuk. Dat is de plek waar ik geboren ben. Nou, natuurlijk Middelburg en zo, en Haanstede. Dat vind ik ook heel erg leuk hoor. En natuurlijk Arnhem-Muiden. Dus dat is de reden waarom ik hier eigenlijk iedere zomer graag op de boulevard kom. Het is hier gewoon fucking mooi hier zo. Daar is toch geen woord over gelogen. Super mooi om hier lekker te kunnen wandelen en lekker een video kunnen opnemen voor jullie, zodat jullie lekker wat te kijken hebben. Dus. Ik ben weer lekker aanspreekbaar. 2 weken geleden was ik het niet, maar dat was omdat ik niet zo lekker, dat ik me niet zo lekker voelde. En ik was zelf ook in paniek met mijn telefoon, zeg maar, want mijn telefoon ging niet eens opladen. Dus ik had de hoop gedaan, een beetje te vol mee. Dus nu alles in orde is, kan ik wel weer jullie lekker updaten. Oh, zo mooi heet. Nou, als het goed is, gaan we zo meteen om 18 uur 21 met de Intercity mee naar Rotterdam. Ga ik mee naar Rotterdam. Het stadion, dat ga ik filmen voor jullie. En dan tussen Rotterdam Stadion en Schiedam Centrum film ik even niet, want dan moet ik een NS-bus mee. En tussen Schiedam Centrum en Gouda kijk ik eigenlijk wat ik doe. Misschien film ik wel, misschien film ik niet. Ik denk eerder van niet, want dan heb ik meer kans om te filmen tussen de Naastvrouw en Apeldoorn. Wat jammer. Ik wil een vraag stellen namelijk over de Indie van een van die vlaggen. Maar hoe voelt jullie maar eventjes de onderweg naar NS-station Vlissingen kun je maar even terugkijken. Want ik heb hier eerder gelopen en ik heb eerder een vraag gesteld wat die ene vlag tekende. Waar ik van niet weet wat de vlag is en wat het op dit moment. Dus kijk gewoon even eerder de video's terug van wat ik nu aan het doen ben. En laat het vooral even weten in de reacties, want daar ben ik echt wel even benieuwd naar. En misschien dat ik daar. Volgende week, of die week erop, moet kijken wanneer het mooi weer is, de boulevard. En die vlag hangen er. Dan zal ik die vraag aan jullie nog een keer stellen. Dan komt het goed, want die vlag hangen er nu niet. Ik kan het jullie nu niet vragen.
allemaal. Vorige keer ben ik er bovenop gelopen. We gaan nu lekker weer via beneden langs. Maar ik moet eerlijk zeggen, 2 weken geleden had ik ook nog een extra vest hier onderaan, dus... Want toen had ik het echt extreem warm. En toen was het ook niet te doen, dat was de reden waarom ik niet zo heel erg fit was. En nu wel weer. Ja, ik heb nu ook wel warm, maar minder. Ik heb nu alleen onder deze jas heb ik alleen een t-shirt aan. Met blote armen, dus dat is helemaal top. Dus ik loop nu lekker bij, goed in mijn vel. En daarom had ik ook zin om vandaag lekker de boulevard vlogs op te nemen en met die video opnieuw op te nemen. Zodat jullie weer lekker de komende week lekker weer kunnen genieten. Nee, ik heb geen trek. En het blijft niet gek. Ik iemand straks al mis. Ik zal even de reden vertellen waarom. Ik weet niet dat ik het gedaan heb en dat ik het voor 2 weken geleden gedaan heb. Of 3 weken geleden gedaan heb of niet, maar ik zal het verhaal nog wel een keer vertellen. De reden waarom ik iedere zondag hier naartoe ga is. Want de video begon ooit, dat weet ik nog. Met op zaterdag de stadsvideo. En dan zondag een rondje Nederland. Maar ja, ik heb jullie wel eens verteld dat ik wel eens ben aangesproken door. Sommigen van jullie hebben het wel eens verteld uit vertrouwen. Dat ik wel eens ben aangesproken door het Koninklijk Marché, omdat het uploaden was, gewoon heel onschuldig. Maar blijkbaar mag je op Schiphol Airport niet 2 uur of 1,5 uur daar zitten. Want je mag, maar dan, de reden is daarvan, als je niet reist, dat je het ook niks te zoeken. Dus je moet gewoon zorgen dat je een overstap hebt in binnen 30 minuten. Dan kan het. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik vrijdagavond eigenlijk langer doorfilm. Zodat ik de vrijdagavondvideo, die ik dan vrijdagavond zelf opneem, dan zaterdag overdag jullie op YouTube zet, zodat jullie dan wat te kijken hebben. En dan zaterdagavond alleen de laatste rit upload. En dan zondag eigenlijk of een stadsvideo opneem of hier zelf de boulevard. En de boulevard is eigenlijk sinds vorig jaar gekomen, want dat zal ik jullie ook vertellen. Vorig jaar waren er ooit werkzaamheden. Toen werden er ook heel veel DDZ's tussen van en naar Zwolle ingezet, zeg maar. In Victorie en in Leiden. Dus het was eigenlijk niet mogelijk om rondje Groningen of Leeuwarden te doen. Voor mij doen. Dus toen ben ik gaan kijken, wat is alternatief? En ik wist dat het toen zomer was, ook zomerdag zoals nu. Toen dacht ik van, als het nou is... Ergens in het begin van de middag al vanuit Rotterdam centraal naar Zwolle ga. En dan een ICM materieel in de richting van Roosendaal. En dan met een veren materieel naar Vlissingen. En dan in Vlissingen einde van de dag een boulevardvlog opnemen. En dan de medley tot aan het station. Nou, toen ik dat vorig jaar zomer dat deed... Het beviel me zo goed dat ik eigenlijk gelukkig iedere zondag ben gaan doen in de zomer. En dat heb ik tot aan november gedaan. En nu sinds 3 weken in totaal ben ik weer iedere zondag actief op de boulevard. Dus, en iedere video's van de boulevard staat op mijn YouTube kanaal. Ik zou zeggen, ga het vooral even checken. En dan zou ik zeggen, veel kijkers hier ermee. En
natuurlijk komt deze video ook online, dus maak je niet druk. Dit blijft al zo'n leuk stukje lopen dit. En gezond. Want hier val ik ook eens vanaf. Want ik ben sinds vorig jaar ben ik bezig met een beetje opletten met eten en zo. En zorgen dat mijn buik minder groot wordt. Dus dat is ook de reden waarom ik iedere zondag middag, einde van de net, vanavond op de boulevard te vinden ben. Want dan kan ik lekker met die goede lucht nemen. En van ongeveer een half uur tot 40 minuten. En tegelijkertijd ben ik ook lekker in beweging. En natuurlijk, ik kan ook met jullie praten. En dat vind ik ook gewoon leuk. Maar ik denk als ik daar op YouTube stop, dat ik dat het meest kan missen. Kijk, ik kan jullie misschien wel niet zien. Of ik heb mijn camera dan niet naar mezelf gericht. Maar dit is gewoon. Dit is voor mij. Kijk, dat ik nou muziek aan heb staan. Op de achtergrond. En de camera heb aanstaan. En dat ik lekker aan het lopen ben. Kijk, dat is mijn manier met jullie praten. Want als ik de camera om me gericht heb. En ik heb geen muziek in. Dat is voor mij altijd een dingetje geweest. Dan kan ik gewoon helemaal dicht, zeg maar. Kijk, als ik gewoon muziek aan het luisteren ben en ik heb mijn camera aanstaan, dan ben ik gefocust. Dan kan ik beter met jullie communiceren en dan ben ik ook minder verlegen. Kijk, en dat is wat ik mezelf niet kan aan kan veranderen. Dat ga ik ook niet doen. Kijk, als ik de muziek zachter zou zetten, dan krijgen we dezelfde geouwehoer. Dus dat gaan we ook niet doen. Kijk, hoe hard die nu staat, dat is voor mij gewoon goed. Ik kan mezelf horen wat ik zeg. En ik kan makkelijk met jullie communiceren. En dan zou ik zeggen. Bij YouTube kun je ook anders ondertiteling aanzetten. Dus mocht jullie me niet goed kunnen verstaan, zet vooral even op YouTube even de ondertiteling aan. Zet vast een knopje voor de ondertitelingen. Dan kunnen jullie precies horen of zien en lezen wat ik zeg. Dus dat is geen probleem. We zitten inmiddels op 18 minuten. Bijna 20 minuten, dat is mooi. En de tijd is bijna 5:30. 17:22. Dus mijn trein gaat over een uur. Dus ik stel voor, dadelijk in Vlissingen. Ga ik lekker avond eten. En daarna kom ik de trein aan. En ga ik lekker naar het Rotterdam Stadion. En aansluiten met Schiedam. En dan naar Den Haag verhaal. En op Den Haag verhaal. Nog in de richting van Apeldoorn. Voor de kijkers die het begin van deze video een stukje gemist hebben. Ja, ik kijk trouwens nog steeds naar het medley tot aan station van zondag 25 juni 2023. Vermocht je net in te zijn. Het is 30 graden hier in Vlissingen. Prima weer om lekker de boulevard op te gaan.
kijken. Laten we even inhalen. Bijna. Hey, boot daar zo. Lekker afkoelen. En die zet de wereld op zijn kop. Ja, dat is Nederland. Ja, dat is Nederland. Ja, dat is Nederland. En die staat er straks weer aan de top. Ja, dat is Nederland. Ja, dat is Nederland. Is jammer Duitsland en Brazil. Nou, als het goed is, moet 10 à 15 minuten lopen en dan zijn we er. Alleen voor de eerste prijs. Nou, ik heb goed uitgerekend. Zo rond kwart uur zou er wel zijn. Het zou een mooie tijd. Het komt om 10:06. Komt de Intercity naar Rotterdam Stadion al. Dus die wil ik niet missen. En dat moet ik eigenlijk ook gegeten hebben. Ja, jongens, even. Ik heb niks tegen Rotterdam hoor, maar. Het is dat. Dat ik daar op een NS-bus moet. Waar ik niet anders kan. Maar anders moet ik naar Eindhoven gaan. Worden de schrik van die jongens uit Rio. Ja, die jongens uit Rio, die roepen om mama. Met hun broek vol angst en vrees. Ja, die jongens uit Holland worden de schrik van die jongens uit Rio. Ja, die jongens uit Rio, die roepen om mama met hun broek vol angst en vrees. Mama, mama. Weekend weer een paar uur feest gevierd.
Nou, bijna. De geuzel staat in brand. Van de paanderd is bekend dat de daar wacht spant. In elk Hollands stadion zitten alleen maar voetbalgekken. Dat is mijn voetballand. Dat is het is het land van de Ruiter en Piet Hein. Bijna op station Vlissingen. Een landje, zo nietig, een paar minuutjes. Die laat mijn jas open. Maar in daden begint weer warm te krijgen. Dat is beter. Vooral op sportgebied. Een beetje kou kan ik al gebruiken. Echte angst giert door de keel van elk land, elk werelddeel. Want oranje, ja oranje komt eraan. Wij allemaal zullen achter jullie staan. Oké, dames en heren, de video stopt als ik in de trein ben. Tenzij de trein er nog niet in, kan het ook niet. Dan stop ik gewoon op perron. Voor jullie zijn we daar. Het is voor oranje. Toen stel ons niet teleur, maar ga voor goud. Het oranje. Met zuiver Nederlands bloed. Oranje boven, het Wilhelmus, ja dat doet me goed. Ik wil de vlag zien, met het vaandel bovenaan. Bij het volkslied. Nou, dames en heren, ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken dus van deze medley van zondag. 25 juni 2023. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Laat vooral even een duimpje omhoog. Laat vooral even een reactie achter voor volgende week. Of voor de volgende keer. Wat ik als medley moet draaien. Dan komt het goed. De laatste meters tot aan het station. Het is kwestie het gebouw inlopen, het perron op en dan zijn we daar. Het is voor oranje. Doe stel ons niet teleur. Wij allemaal zullen achter jullie staan. Oh, wij zijn erbij. Ook al is het hier ver. Nou, zover is het video.
heel graag tot volgende week bij een nieuwe medley. En ik ga zo meteen op de Intercity richting van het Rotterdam Stadion. Come on, boys. In ieder geval, bedankt voor nu. Tot volgende week. Dag.